te laten zien dat hij toch echt nog steeds wel mannelijk is. Goedemorgen. Ik ga mezelf even een schouderklopje geven. Want ik ben echt trots op mezelf dat ik nu al een paar dagen vroeg opsta en vroeg naar bed ga. Want het is super lang geleden dat ik in zo'n soort ritme heb gezeten. Maar het is 7 uur. Om 7:30 gaan we ontbijten snel. En dan hebben we een lange rit weer voor de boeg. Want we gaan vandaag naar Swaziland rijden. Jawel. Dit was onze laatste dag in Zuid-Afrika. Nu gaan we naar Swaziland. Maar ja, overmorgen zitten we ook weer in Zuid-Afrika. Dus dat is oké. Okay. We zitten weer in de auto op weg naar Swaziland dus. Maar we gaan eerst, dat is ook nog over een paar uur. Maar eerst, voordat we in Swaziland aankomen, gaan we een tussenstop maken bij een apenopvang. En dat is iets van 3 uur rijden. Dus dat duurt nog even. Het is dus zo dat het vandaag 9 augustus is. En dat is Women's Day in Afrika. Of Zuid-Afrika of de hele wereld. Ik weet het niet. Maar we hoorden net op de radio dat het zelfs Women's Month is. Dus de hele maand is voor vrouwen. Ik vind het tof. Oh my god, we zagen een giraf. Zo ziet mijn gezicht eruit als ik een giraf heb gezien net in het wild. Super vet. De perks van gewoon langs het park rijden over de snelweg. Een giraf. Macadamia nuts with the shells on. And these nuts are very, very hard. When they are too lazy, they will use a rock to open the nuts. So they will find a nice spot where the nuts will not roll away and they will just crack them open. 2006, and we only had 3 chimpanzees when we opened our doors. 33 adults and sub-adults. Now we're all Shawnees, rescued from various places in the world. Time. In deze chimpanzeeopvang Nou, dan moet je niet gaan lachen. Stop. In deze chimpanzeeopvang vangen ze chimpanzees op die uit circussen komen of voor vlees werden gehouden. En ze kunnen niet weer terug in het wild, omdat ze immuun zijn tegen bepaalde ziektes. En de chimpanzees in het wild is nog niet. En als ze dan een ziekte met zich meebrengen, is het dag wilde chimpanzees uitgegroeid. Dus
Ze zijn hier goed bezig. We zijn net bij de tweede familie van chimpansees hier geweest. En daar zat onder andere een aap bij die steeds weet hoe die moet ontsnappen door een stok tegen het hek te zetten waar stroom op staat, want hout is geen glijdend materiaal. En dan klimt hij zo uit. En als hij klaar is met de boel verkennen buiten het hek, dan komt hij naar binnen en dan vraagt hij of hij weer terug het hek in mag. En er was een aap die uit een laboratorium kwam. Helaas worden er nog steeds dieren gebruikt voor dierenproeven. Maar deze aap was gecastreerd en hij gooit met nootjes om te laten zien dat hij toch echt nog steeds wel mannelijk is. Weet je wat het is met dit soort plekken? Ik ben echt super blij dat het bestaat en ik vind het echt super goed. Maar natuurlijk zou het beste zijn als het gewoon niet nodig was. Ik ben voor het eerst in Zuid-Afrika aan het rijden. En überhaupt voor het eerst aan de linkerkant van de weg met mijn stuur rechts. Het is even spannend in het begin. Maar het gaat goed toch, tot nu toe? Het is ook niet zo moeilijk om op één weg te blijven rijden. Maar je ging net wel iemand aan de linkerkant voorbij. Jee! We zijn in Swaziland. Wij zijn in het hotel in Swaziland aangekomen. En kijk naar dit prachtige zwembad. Helaas hebben we geen tijd eigenlijk om erin te zwemmen. Want het is nu alweer 6 uur na het avondeten. Wat we zo meteen gaan doen, gaan we gewoon relaxen en dan slapen. Morgen gaan we weer vroeg op, want we moeten vroeg weg. Want we hebben om 2 uur 's middags alweer een game drive in het volgende hotel waar we eerst naartoe moeten rijden natuurlijk. Dus het zwembad gaat hem niet worden helaas. Want ja, we kunnen wel na het avondeten gaan zwemmen. Maar die zwembaden hier zijn niet verwarmd. En het is buiten ook niet echt warm. Dus dat zien we niet echt zitten. Maar ja, misschien in het volgende hotel. Wie weet. Of misschien heb ik mijn bikini voor niks meegenomen. We'll see. Hallo, focus. Volksommoei. Volksommoei. Okay. Het restaurant gaat pas om 6:30 open, dus we zijn even tijd aan het doden. En lopen even naar het zwembad, want het ziet er zo mooi uit. Oeh, en de sterren en de maan zijn er. Maar wat we hebben gelezen is dat het restaurant een wok-concept heeft. Dus dan kies je zelf het eten uit en dan breng je het naar de chef en die gaat het dan voor je wokken. Dus dat is perfect voor mij, als het goed is. Want meestal zit er wel gewoon groente bij en zo. En niet alleen vlees. Dus, nou ja. Nu geeft het een thumbs up, maar we zullen het zo zien of het ook echt dat waar maakt. Toch niet echt wokken, het is meer gewoon een buffet. Ik heb rijst, ik denk zoete aardappel en salade. Pompoen is het.
Oh, ook lekker. En fruitsalade. Wij gaan lekker slapen. Welterusten. I walk with you.